workout. Uitdek van vandaag, van woensdag. Oké, je hebt de warm-up gedaan. Nu gaan we naar de EMOM van vandaag. Dus EMOM staat voor Every Minute on the Minute. Dus elke minuut ben je aan het werken. Dat ga je in totaal 3 keer doen. Dus dat wil zeggen, het zijn 1, 2, 3, 4 onderdelen. Dus je bent in totaal 12 setjes bezig. In de eerste ronde die je doet van elk onderdeel, heb je 60 seconden rust tussen elk onderdeel. In de tweede ronde waar je aan gaat beginnen, verkleint de rust ik naar 30 seconden rust tussendoor. En bij de laatste ronde ga je uitproberen alles unbroken achter elkaar te doen. Wat ga je precies doen? We gaan beginnen met alternated side plank rotations. Een beetje plaats maken. Dus je begint op een side plank positie. Je komt omhoog, op. Hand omhoog en dan ga je roteren. Je gaat vanuit hier je hand naar beneden laten vallen en stopt hem onderin. Op en komt weer terug. Dan ga je door. Andere kant. Omhoog. Onderdoor. Terug. Op. En zo ga je steeds je rotaties herhalen. Dat doe je dus 1 minuut lang voor kwaliteit aantal rotaties. Tweede zijn de sandbag cleaner presses. Even bijpakken. Nog steeds onze trouwe sandbag. Dus eerst ga je de sandbag cleanen. Press. Up. En dan ga je weer terug naar beneden en ga je de bewegingen halen. Je mag een power clean zijn of een squat clean, dat maakt niet zoveel uit. Als het maar clean en press is. Je kan ook je jerks oefenen, je kan je push presses oefenen, dat maakt niet zoveel uit. Dan gaan we volgens gaan naar alternate step-ups. Dus ik heb gemakshalve even een bankje erbij gepakt, kan natuurlijk ook gewoon een stoel zijn. Een alternate betekent gewoon steeds om en om opstappen. Op, door je hak, opstappen, terug naar beneden, wissel wat moet. Op, terug. Probeer als je iets pakt, qua hoogte, ongeveer op 90 graden te zitten, zodat je niet te hoog of te laag stapt. Yes, merk je dat je opstapt, maar steeds naar voren kukelt of je kunt uitduwen op 1 been, begin dan gewoon wat lager. Als laatste, nummer 3 reverse plank. Dat is bij mij wel een dingetje. Ik kan het proberen. Hop. Ik zet mijn vingers naar achteren laten wijzen. Voeten wijzen naar voren met de tenen. En vervolgens duw ik mezelf vanuit hier omhoog. Op. En ben ik in een plankpositie. Dan blijf ik in deze reverse plank zitten. Eventueel kan je hem opsplitsen natuurlijk. Hè, mocht je niet vol kunnen houden 1 minuut. Dan ga je proberen 2 keer 20 seconden te doen. Met 10 seconden rust tussen setjes. Het gaat erom dat je in ieder geval probeert een max hold te doen in die hele minuut. Alright. Als je dit gedaan hebt, ga je naar ronde 2. 30 seconden rust overal tussen. En dan ga je vervolgens naar de laatste ronde en dan ga je proberen aan 1 stuk door te gaan met alle onderdelen. Ik wens je veel succes. Het is een pittige workout te doen, misschien niet qua intensiteit, maar zeker wel qua kwaliteit en onderdelen. Succes!